Dit filmpje wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota-dealer Gebroeders van Gent. Al 40 jaar topklasse in Veenendaal en Ede. De Gebroeders van Gent finale weken zijn vandaag bij de Veenendaalse derby in de hoofdklasse. GVVV tegen Dovo. Het scenario is niet al te spannend meer. GVVV heeft genoeg aan een punt om de play-offs voor de topklasse te halen. En Dovo met al 9 nederlagen op rij, ja, die gaan de na-competitie in. Dus die spelen alleen nog maar voor de eer. De eer is groot, de eer is veel. En dat staat vandaag allemaal op het spel. Hier op Sportpark Pannhuis aan de blauwe kant is het GVVV tegen Dovo. Dan komen er natuurlijk nog minstens 3 belangrijke wedstrijden na competitie aan. De bekerfinale aankomende dinsdag. Je geeft geen spelers rust, hè, geloof ik? Ik heb rust. Ik heb juist mensen vandaag opgesteld waar ik zeg van nou wil ik wel iets zien. Ik wil ze prikkelen. En ik hoop dat over een week of 2 weken dat de na competitie begint. Dat ik heel moeilijk krijg om een elftal te kiezen. En dan ben je op de goede weg. Rob McDonald spraken we net, die is niet van plan om hier te gaan verliezen van GVV. Dat moet een lekkere stimulans zijn, denk ik. Nee, die stimulans hadden we sowieso al. Kijk, hij wil niet verliezen, wij willen niet verliezen. Wij spelen thuis. Er zijn niks aan de jongens die hier vandaag een laatste GVV Dover spelen. We willen goed afsluiten, ik wil goed afsluiten. Dus wat dat betreft, nogmaals, er is eigenlijk maar 1 ding, is gewoon winnen vandaag. De Veenendaalse derby begon tamelijk rustig op Sportpark Pannhuis. Verder dan dit afstandsschot van Mohamed Riani en een omhaal van Dennis van Meegdenburg kwamen beide ploegen in de beginfase niet. GVV leek de wedstrijd te controleren, gezien de verhouding op de ranglijst natuurlijk niet heel vreemd. Dovo creëerde een aantal kleine kansen, maar de thuisploeg werd er niet echt ongerust van. Opeens kreeg Thijs van ten Beking het op zijn heupen en slalomde hij door de defensie van GVVV. De aanvaller van Dovo schoot hard raak in de verre hoek. Doelman Niels Willemsen was kansloos op de inzet. En dames en heren, het is de nummer 19 van Dovo, Thijs van ten Beking, die bestaat op 0-1. Dovo voelde dat er in deze fase van de wedstrijd meer te halen viel en ging op jacht naar de 0-2. Eerst mag Daniel Kops aanleggen vanaf 16 meter. Zijn schot verdwijnt net naast. Zijn tweede mogelijkheid gaat er echter wel in. Na een mooie dieptepaas mocht hij alleen op doelman Willems af, die hij vakkundig passeert. Vlak na de tweede rode goal krijgt GVVV een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Specialist Danny van Brenk krult de bal om de muur heen, maar daar staat de paal in de weg. Vlak na rust krijgen de blauwe een hoekschop en die wordt door Simon Brouwer vakkundig ingekopt. 1-2. En dames en heren, nummer 56, nummer 10, Simon Brouwer, die staat op. Thijs van Tent Beking krijgt nog een mogelijkheid om zijn tweede van de middag te maken, maar deze kans wordt niet benut. Een kwartier voor tijd profiteert Rodney Hofman van de ruimte die GVVV achterin laat en kan hij alleen op de keeper aflopen. De aankomend GVVV'er gooit de wedstrijd met zijn 3-1 in het slot. En dames en heren, het is de Rodney Hofman met nummer 7. Voor beide ploegen en beide trainers nog veel huiswerk. Zowel de blauwe als de rode gaan de na-competitie in. Wie dat is, weet ik op dit moment nog niet. Bedankt voor uw komst naar Sportpark Pannhuis. Hopelijk heeft u allemaal een prettig weekend. 9 wedstrijden op rij verloren. En dan hier op de blauwe zijde van Pannhuis pak je de overwinning. Ja, hoe is dat te verklaren?
Ja, het is wel heel bizar. Ja. Hadden we van tevoren, ja, hebben we ook natuurlijk nooit kunnen denken. Maar ja, je hamert er extra nog op in de kleedkamer van. We zijn ondanks onze na-competitie, ja, wil je de wedstrijd gewoon winnen. Het is een derby. Dus ja, en we speelden ja, gewoon goed vandaag. En iedereen had er ook zin in en het klapte allemaal weer zoals vanouds. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn met deze overwinning. Dus, en het is een stukje vertrouwen naar volgende week. We hebben eerst bekerfinale en dan nog de na-competitie. Dus dat is heel belangrijk voor ons dit. Tweede helft komen jullie even in de problemen na de 1-2. Maar toch gebeurt het toch 1-3. Wat voor gevoel was er in de kleedkamer in de rust? Want ja, 0-2 voor, dat was toch lekker? Ja, we zeiden al, we hadden eigenlijk 3-0 en 4-0 eigenlijk had ik moeten maken. Maar we hebben wel de kopjes bij elkaar gestoken en gezegd dat we echt scherp moeten blijven. Want ja, je weet maar nooit, lepe ploeg, veel lengte. En ja, dan kom je toch wel eventjes in de problemen. Maar we hebben daarna denk ik wel weer goed opgepakt door het weer te gaan voetballen en niet in hun spelletje mee te gaan. Ja, en dan resulteert de 1-3 weer in. Dus dat is hartstikke mooi voor ons. Dus ik ben hartstikke blij voor de ploeg. Op 12 juni sta je dan met een blij gezicht omdat je nog steeds hoofdklasse bent voor het seizoen? Of hoe gaat het bij jullie? Laten we daar maar vanuit gaan dat we in ieder geval nog in de hoofdklasse spelen voor het jaar. Anders zou het wel heel zuur zijn. Maar goed, ik denk dat we hier wel verder mee kunnen. Dus ja, dan de rest moeten we toch zelf doen. Maar dat komt wel goed, denk ik.